Ik ben Rob Erens, bondscoach springen senioren van de KNS. De route die ik wil gaan maken richting de wereldruiterspelen in Normandië is eigenlijk als andere jaren gelijk. We hebben het Nederlands kampioenschap eind april. Van daaruit kijk ik van wat mijn mensen zijn die ik op dat moment heb, hoe ze de winter uit zijn gekomen. Van daaruit heb ik mijn observatiewedstrijden van de eerste divisie landenwedstrijden, plus nog de tweede divisie landenwedstrijden. Daarbij komt het grote concours in Aken er nog bij en vanuit die wedstrijden bij elkaar moet ik uiteindelijk komen tot mijn team voor Normandië. Ja, nou, de verwachtingen voor Normandië die zijn bij mij altijd hoog. Ik ga voor het hoogst mogelijke, het goud, zoals ik elk jaar eigenlijk voor een kampioenschap doe. De rest moeten we gewoon afwachten van hoe alles gaat lopen en het team zo goed en zo sterk mogelijk bij elkaar te krijgen. En dan, dan moeten we kijken wat eruit rolt. In eerste instantie gaan we dus voor het land. Dat is de eerste insteek die ik als bondscoach dus eigenlijk moet doen. Gezien wat ik op dit moment heb. Denk ik wel dat ik een groep bij elkaar kan krijgen die in het team hoge ogen kunnen gooien, maar ook individueel hoge ogen kunnen gooien.